De huidige fractievoorzitter van CDA Tiel, Tom van Oostrom, heeft zich niet verkiesbaar gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart worden gehouden. Tom geeft aan dat hij na een zorgvuldige afweging tot de conclusie is gekomen dat hij voor zichzelf geen rol meer ziet in de gemeenteraad. Het zijn van een goed raadslid, zo laat hij weten, kost heel veel tijd en energie en je moet er echt 100% voor willen gaan om er een succes van te maken. Neemt niet weg dat ik altijd met veel plezier deze functie heb uitgevoerd, aldus van Oostrom. Tom blijft wel kandidaat voor het wethouderschap namens het CDA.